Die eieren, eerst dan even, want dat zijn lichten, maar die zakken weg. Dan worden die niet vuil, dan pikken ze niet kapot. Dat zijn nep-eieren. Ja, deze zijn nep-eieren. Ja, vanaf deze week staan ze in de wei. Het is de bedoeling dat ze wekelijks verplaatst worden. En omdat ze dan elke keer kunnen grazen in een verse wei, zouden we de eikens ook een superlekker smaak moeten hebben. Onze biologische eikens. Recht uit de wei. De kleur is inderdaad ook veel oranjerig en meer, ja, een dieper gelere kleur.